Hier had Stan Storiemans eigenlijk moeten staan, tussen zijn collega's het nieuws vastleggen. Maar hij stond er niet. Stan was vandaag zelf het onderwerp van het nieuws. Veel collega's van RTL waren in Tilburg bij de begrafenis. Correspondent Erik Mouthaan was uit Amerika gekomen voor, zoals hij werd genoemd, Stan de Man, de beer uit Goorle. Ja, Stan de Man, ja, zo noemde ik hem ook wel. Ja, het was bekend. Ik bedoel, een boom van een vent, een beer van een vent. Die kon vechten om vooraanstaan het beste plaatje te hebben. En die gewoon 100% voor ging. Onder de aanwezigen ook Jeroen Akkermans, de verslaggever met wie Storiemans vorige week in Georgië was en die zelf bij het bombardement gewond raakte. Tijdens de indrukwekkende dienst haalde journalist Bart Hettema herinneringen op aan zijn cameraman. Volgens hem was Stan helemaal niet op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Hij was precies daar waar hij moest zijn, want hij wilde de gruwelijkheden van een oorlog in beeld brengen. Het was een heel mooie uitvaart, het werd heel goed over hem gesproken en het feit dat er twee ministers aanwezig zijn. Ik denk dat Stan verbaasd had opgekeken als je hem dat had verteld. Maar het geeft aan dat iedereen echt onder de indruk van hem was. Na de dienst vormden 40 cameramensen een erehaag voor hun collega. Er waren wat mensen die afgelopen weekend daar een beetje mee kwamen al. Van wat zullen we gaan doen? Gaan we in een rij staan? Eerlijk gezegd was ik ook een van degenen die er een beetje twijfels bij had van ja, pakt het goed uit. Maar ik moet zeggen, achteraf pakt het heel goed uit. Het werd een indrukwekkend eerbetoon. De Georgische presidentsvrouw Sandra Roelofs bleef op verzoek van de familie weg. De familie wilde niet dat de uitvaart een politieke lading kreeg. Na de uitvaartdienst werd de RTL-cameraman op de Tilburgse begraafplaats Vredehof begraven. De 39-jarige Storiemans laat een vrouw en twee kinderen na.